Hij heeft een triple 20 nodig voor om naar dubbel 19 te mogen. Maar gooit hem niet. 94. Houden we 112. En dan is het de beurt aan Strozik om die dubbel te gooien. Dubbel 3, nog één pijl voor hem. En daar laten de Polen de kans liggen. En dan verwacht je dat de Finnen hier mee weg gaan komen. Dubbel 6. Ja, toch net even wat meer ervaring. En zo is het 2-0 voor Team Finland. En scorend is er weinig mis mee bij de Polen. De dubbels moeten ook gegooid worden. Ja, het is een apart spelsysteem. Er wordt niet zo heel veel gespeeld. Met name niet bij de PDC natuurlijk, de koppels. Vandaar ook dat we bij dit toernooi toch wel in het verleden veel verrassingen hebben gezien. Beste koppels, als je het puur op individuele klasse bekijkt, zijn lang niet altijd de beste koppels. De Finnen bewezen vorig jaar dat ze een end kunnen komen. Vorig jaar halve finalist tijdens deze World Cup. 140. Alleen in de eerste ronde wordt er koppel gespeeld. Althans, alleen in de eerste ronde wordt er alleen maar koppels gespeeld. Vanaf de tweede ronde worden er twee singles gespeeld. En als het 1-1 is, wordt er een koppel gespeeld. ...121 voor de Polen. En toch weer als eerste op een finish staan. 64. Voor de rood-witten. En nu gooit hij de 64 wel met twee pijlen uit. Ja, prima finish van de Finnen. De Polen moet ik zeggen. Finland nog wel altijd met een break voorsprong. Gaat beginnen aan de vierde leg. En je ziet al meteen in deze eerste partij hoe dicht het bij elkaar zit. We spelen maar tot 5 gewonnen legs. Dus de verrassingen liggen altijd op de loer. We spelen 8 eerste ronde partijen in deze middagsessie. Het zijn de geplaatste landen 9 tot en met 16 die spelen. Ik denk dat we nu dus beginnen met Finland tegen Polen. Daarna de Verenigde Staten tegen Hongarije. Terwijl de eerste 180 van deze World Cup ook binnen is. Die is voor Polen meteen gevolgd door de eerste 180 van de Finnen. Even een wat mindere score van de Polen en meteen zit Finland erop. 137. Zo is deze partij nu echt los. Lijkt met name deze Strozik beter in zijn spel te komen. Havistal voor Finland naar tops toe, maar die gooit hij meteen. En zo is het gevaar van de Polen even geweken.
easy. Een goed begin aan deze leg voor de Polen. 2 keer 140. 55. De Finnen in de achtervolging. 80. Honderdzes. Voor Smilewski. Die gooit hij niet uit. 36. Dus Finland om op 4-1 te komen vanaf 111. Triple 20, dubbel 16 wordt ook door Haavisto niet uitgegooid. 59. Daar staat nu wel wat druk op deze 70 finish van Storžík. Die moet naar de 19 toe en dan blijft Bullseye over. En die moet hij eigenlijk gooien en oh, dat is wel knap hoor. Van de Pool. Bullseye was nodig, want dan zou de achterstand te groot zijn geworden en hij gooit hem. Dat betekent dat de voorsprong nog altijd minimaal is voor Finland. 57. Ja, het is lastig spelen in die koppels vaak. Als je dat niet heel veel doet, dan is het heel moeilijk, omdat je nagenoeg niet in je ritme komt. Er zitten natuurlijk tussen twee worpen van jezelf drie andere spelers. Dus moet je je daar goed op kunnen focussen. Normaal gesproken zijn de Scandinavische landen daar wel goed in overigens. Nou wordt in de lokale competitie wel heel veel in koppelverband gegooid. Wat bijvoorbeeld in Engeland nagenoeg nooit gebeurt. 59. Dan nog even verder te gaan met het programma van vanmiddag. Hierna dus de Verenigde Staten Hongarije. Daarna krijgen we Hongkong tegen Noorwegen. Noorwegen met onder andere Robert Wagner in de gelederen. Oostenrijk met Sujovic tegen China. Zweden tegen Gibraltar. Canada met John Part tegen Japan. Hashimoto en Muramatsu. Thuisland, Duitsland. 140. Zoals 9e geplaatst. Komt ook vanmiddag in actie tegen Zuid-Afrika. Misschien wel de wedstrijd van de middag. En ook de Spanjaarden die het op dit toernooi met name altijd heel goed doen. Spelen tegen Nieuw-Zeeland. Die wedstrijd gaan we toch ook een beetje extra aandacht kijken. Want de winnaar van die partij speelt wellicht in de volgende ronde tegen Nederland. En Nederland komt pas vanavond in actie. De Polen weer als eerste op een dubbel. En dit keer in de leg die de Finnen waren begonnen. Maar de Polen nu dus als eerste kunnen uitgooien. Dubbel 13. Het is niet de meest gebruikte dubbel op het bord. En de Finnen hebben nog flink wat mazzel dat de Polen regelmatig wat dubbels missen. Finland kan daar gebruik van maken via Tops Haavisto. Nee. Dan moet het toch een keertje gebeuren. Iemand moet hem uitgooien. Smilewski dan op dubbel 10. Ja, die gaat er dan wel in en zo is het 3-3. Seven flags Poland to throw first. Game on.
Ja, en als we dan kijken naar de gemiddelde, dan ligt het gemiddelde van Finland net boven de 80. Het gemiddelde van Polen net onder de 82. Dat zijn geen fantastische gemiddelden. Maar voor de Polen met een finishpercentage van 23% is dat nog niet eens zo heel slecht. Over het algemeen liggen de gemiddelden in de koppelwedstrijden wat lager dan in de singlewedstrijden. En dat heeft dus alles te maken met het ritme. Ja, het zou toch een daverende verrassing zijn als Finland er hieruit gaat. De winnaar van deze partij speelt in de volgende ronde tegen of Wales, Mark Webster en Richie Burnett, of Frankrijk. 149 voor Polen. Triple 19 is gegooid. 92 over. Triple 20 en dubbel 16. Die gooit hij niet. Maar de voorsprong is wederom ruim hoor voor de Polen. De Finnen hebben grote moeite om de triple met regelmaat te vinden. Ook nu weer slechts 45. En je ziet langzaam maar zeker het geloof ook weggaan bij Havisto. Polen naar tops. En Polen. Smilewski en Strozik staan 4-3 voor. Nog één leg heeft 10 Polen nodig om de eerste grote verrassing van deze World Cup te bewerkstelligen. Finland moet de aankomende twee legs winnen. Te beginnen met deze leg die ze zelf zijn begonnen. We beginnen nu wel goed. De Finnen die zo te horen wat fans meegenomen hebben. 2x123. De vraag blijft altijd natuurlijk bij zo'n onervaren team als Team Polen. Kunnen ze die voorsprong ook over de finishlijn heen halen? Ze zijn natuurlijk niet gewend om onder deze druk met zoveel kijkers te spelen. Ja, goede laatste pijl van Komula. Maar, daar is Strozik ook weer met 90, dus zit hij er vlak achter. Havisto gaat naar tops voor de 116 finish. We gooien hem er vlak boven. En dan is dit voor de wedstrijd, voor Polen. Krzysztof Smilewski. Triple 18 gegooid. Daar kan er nog één bij. Of hij kan naar triple 14 gaan. Hij probeert hem erbij te gooien, maar dat lukt niet. Ja, nu wel. En dus de druk op Komula. Tops moet gegooid worden. Of dubbel 10. Of dubbel 10. En nu heeft hij nog maar één pijl over. Jarkko Komula. En hij mist hem. Aan de binnenkant. En dat betekent dat de eerste verrassing hier gaat komen. Als Polen de dubbel 8 gooit. Oeh, vlak daarbij, vlak daarbij. En niet erin. Ja, ja.
De Finnen overleven. Voorlopig. Voorlopig. En dus gaan we de negende beslissende leg spelen. Dan gaat Polen hem beginnen. Het is 4-4 in legs. Polen en Finland houden elkaar in evenwicht. Finland kwam 2-0 voor. Kwam 3-1 voor, maar daarna zijn de Polen steeds beter gaan spelen. Polen die al 3 matchstarts hebben gehad en nu krijgen ze een 180 om de oren van Avisto. De tweede voor de Fin in deze partij. En Komula. Gaat goed door. Het is meteen nog leuk. De twee Christophs tegen de twee coole Vinnen. 81. Na 9 darts staan de Finnen op 140. Na 9 darts staan de Polen op 201. 81. Dus is het nog altijd spannend. Wie gaat er naar de tweede ronde toe? Komula. Vanaf 140. Nee, die zit te ver baas. En dus gaan de Polen een kans krijgen. 82. Vanaf 120. 3 matchdarts kregen ze al. En Smilewski gaat de 4e matchdart krijgen op tops voor Polen. Ja, en nu gaat hij er wel in. Een 120 finish besluit deze partij. En zo gaan Christoph Smilewski en Christoph Strozik door naar de...